Good morning, welkom bij deze nieuwe vlog. De weekendvlog gaat van start. Het is vandaag vrijdag. En ja, ik heb nog niet zoveel op de planning. Ik ben heel erg benieuwd wat dit weekend gaat brengen. Eigenlijk is voor mij altijd het weekend gewoon lekker rustig, zoals jullie weten. En ga ik gewoon altijd een beetje zien wat er gaat gebeuren. Ik wil vandaag wel even een TikTokje maken dat ik bijvoorbeeld mijn wig installeer. Ik wil misschien nog wat andere TikTokjes doen. Ik ga nu even wasjes draaien. Dus eigenlijk is het een beetje zo'n dag. Het is nu inmiddels ook al 11:50. Ik heb al 2 Drag Race afleveringen gekeken. Ik ben begonnen aan Down Under. Die staat online. Dat Michelle Visage aan het presenteren is. Helemaal even wennen. Maar wie weet, cute. Ik vind Down Under niet altijd het allerleukste seizoenen, maar sure. En Drag Race UK is natuurlijk bezig. Dus daar ben ik ook mee begonnen. Weer vandaag verder gegaan. En dan gaan we het even zien. Ik ga eerst mijn bed goed wassen. En dat even er allemaal in gooien en zo. En dan moet ik mijn kamer eigenlijk echt weer even een beetje opruimen. Het is echt ellende. Ik wil even mijn schoenen misschien weer gaan uitzoeken voor de closet sale ook. Dus ik moet echt heel even gaan kijken hoe en wat ik het allemaal ga doen. Ik moet dat ook nog allemaal prijzen. En het is letterlijk volgende week al. Dus ik moet echt nog heel eventjes gaan kijken ook hoe en wat ik allemaal daarvoor wil regelen. Dat ik per bepaald item gewoon 1 bepaalde prijs doe. Ga ik alles loslabelen. Ik weet het allemaal niet. Ik vind het allemaal heel moeilijk. Ik ga nog even kijken, want in principe wil ik gewoon van alles af. Dus ik zit ook gewoon te denken, joh, t-shirts dit, tops dit. Of gewoon alle tops dit, broeken dat. En zit er toevallig een super, of een wat duurder item tussen. Dan heb je gewoon geluk dat het voor die prijs is. Schoenen gewoon een vaste prijs. Ik denk dat ik gewoon zoiets ga doen. Want dan maak ik het mezelf echt veel makkelijker. Anders vind ik het zo moeilijk. En ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Volgens mij kan het gewoon via de Tiki-app allemaal. En op die manier kunnen we dat dan afhandelen. Maar ik denk dat dat het makkelijkst is en het snelst. Dus ik moet daar ook aankomende week zeker even voor aan de slag. Lang verhaal. Echt pure bullshit. Ik neem die gewoon een ticket mee. I installed Miss Girl. Ik ben like Kylie Jenner van 2016. Maar wat ik dus gisteren niet goed heb gedaan. Ik heb het niet goed gewassen. Dus het is nog een beetje moeilijk om doorheen te komen. Want hij is een beetje in de klit. Hij is een beetje moeilijk. Het is een beetje alsof je haar nog een beetje vettig is. En er zit nog product in. Maar ja, weet je, prima. Ik heb er even droog shampoo en alles ingespoten. Want dan wordt het meestal wat soepeler van. Sure. Maar ik heb zojuist deze doll binnengekregen. Ik heb natuurlijk gisteren meteen deze besteld. Via bol.com. Want we needed her. Ja, we hadden 1 het ook gewoon nodig. Dus deze kan ik nu naast Wednesday zetten. Echt helemaal obsessed met deze doll. Dus dat gaan we ook zeker doen. Ze moesten natuurlijk samen zijn. Dus vandaar dat ik deze ook heb besteld. Ik heb weer echt heel veel pakketten binnen. Ik heb een pakketje van MAC binnen. Dat is voor een samenwerking. Van NYX trouwens ook voor een samenwerking. De hele kerstcollectie. Echt super exciting. Dus ja. Work. Ja. Yeah. Kijk, het looks like alsof het vettig is. Het is zo raar. Ik heb hem gewoon niet goed gewassen. Maar ja, ik ga hem niet weer helemaal wassen. Want, bitch, that's a hell of a job. Dus ik ga vandaag toch niet heel veel... Oh, gaaf shot ook. Ik ga toch niet heel veel doen vandaag. Dus ik laat het voor nu heel eventjes zo. En morgen doe ik er gewoon even een tang in. Dan ga ik het weer even krullen. En dan lijkt het nog wat. Maar echt weer zo typisch. Het is zulk duister weer. Echt crazy. Maar ik denk dat ik me even ga aankleden. Misschien even naar de kringloop ga. Hier in het dorp. Daar heb ik eigenlijk wel zin in. Gewoon, ik wil heel eventjes iets doen. Maar niet echt iets doen. En dan dacht ik, de kringloop is eigenlijk ook wel lekker om heel even heen te gaan. Ik denk dat ik dat misschien even ga doen. I'm gonna be an outfit repeater. Want ik ga lekker dit pak uitdoen van Adidas. Maar dit is gewoon zo chill. En je bent meteen dressed. Dus dit vind ik top. Mama en ik zijn dus nu even in de kringloop. Dus we gaan even wat kijken. Wat shoppen. Even kijken. Of ze nog wat parels hebben. Nou, M.E. van der Bel, hier zou jij je hart op kunnen in de hoofden. Helemaal de kerstcollectie. Ik ben nog niet zo lekker beeld van hoort. Ik zie echt vrij weinig. Het is gewoon allemaal nog niet zo gaaf. Ik hoop dat stiekem dat ze zo'n Halloween collecties hadden. Dat gekke gekleedkleren, want daar houdt best wel van. En daar vind ik altijd iets tussen, maar dat hadden ze niet. Dus dat is toch net een tik jammer. Dat zul je zien, hè. Dan is Gooise Vrouw première klaar. En dan vind je iets met stippen. Precies wat je zocht. Nou, dankjewel. Ik zie net deze Lirios. En die is op zich heel gaaf. Maar hij is echt net te klein. Dus dit wordt hem niet. Maar als je in kleine mate hebt, is die gaaf. Vest is het niet? Nee, die is... Nee. Oh, ik zie net deze soort van broek overheen hangen. Ik heb even gestoord. Maar deze broek, die is fantastisch. Dat iemand die hier werkt, die zie ik echt altijd als ik hier ben. Dus ik kan even wel iets zeggen. Echt super lief.
Deze broek is mijn droom. Ik ben weer thuis, maar sorry, dit is toch de droom? Oh mijn god, ik weet alleen dus niet of die past. Oh nee, de bovenbenen zitten goed, zelfs met een trainingspak, top. Dus ik ga nu even gelijk wassen met wat andere dingetjes, gewoon even gelijk in de was doen. Maar dit is alles wat ik wil. Het is tijd om mijn bed af te halen. Dus gaan we doen. Ik ben ook deze pepernoot aan het eten. Cinnamon rolls maken. Heel lekker. Queen I invited to the party is a problem. Now she's 9 inches too short and wearing a bad top. Ik kijk heerlijk YouTube en ik heb mijn YouTube vlog geëdit ook. Die staat nu al ingepland. Ik kom morgenochtend online. Ik had er verder nog niks aan gedaan, dus hij is nu helemaal geëdit en geüpload. Dus ik had net nog even wat drinken gehaald en ik ga zo meteen slapen. Het is nu tussen 10:30, 11:00 of zo. Dus ik ga zo lekker slapen en morgen weer een nieuwe dag. Morning, het is 10:00 in de ochtend, zaterdag. Ben u 1:30 wakker of zo. Mijn moeder stelde net voor om heel even naar een kringloop te gaan. We weten alleen nog niet welke. Dus ik zeg, nou ja, helemaal goed. Wij gaan dat even doen. Dus ik ga heel even douchen en me aankleden. Dan gaan we dus even naar een kringloop. En daarna moet ik nog even een campagne filmen. En dan ga ik me klaarmaken. Omdat ik om 4:00 met Janelle heb afgesproken. Gaan we lekker wat eten en drankjes doen. En gewoon gezellig. De haar ook. It's a mess. Ik voel me net Kesha in de toxic videoclip. Toxic? Nee, TikTok bedoel ik. Toxic is van Britney Spears natuurlijk. Dus ik ga even douchen, me opfrissen. Wat het leven maken. Oké, ik ben gedoucht. Ik heb me helemaal aangekleed. Ik heb helemaal een hysterische look aan. Helemaal gezellig. Ik had deze look al een keer aangedaan voor een video. Voor een VidCheck aankleed video. En deze heb ik nog nooit naar buiten aan kunnen doen. Dus ineens dacht ik, oh my god, ik ga dit aan doen. Dat is echt wel het ideale als je geen inspiratie hebt om dat soort dingen op te slaan. Want dan denk je ineens, oh my god, love, ik kan dat aan doen. Oké, ik moet alleen nog even de zonnebril pakken en dan gaan we zo even kringlopen. Ik ben natuurlijk niet normaal een persoon die echt veel grijs draagt, maar ik vind het wel heel cute. Heeft ze ooit al een keer gepast, maar het geeft zo Balenciaga en designer. Het is fantastisch. En ik ben ook goed aan het slagen. Oh my god, dit is zo mijn jeugd. Ik was echt My Little Pony obsessed. Echt 3 jaar geleden sprintte ik altijd naar de mannenblazers. Om te kijken voor gave blazer. Maar dat heb ik helemaal niet meer. Omdat het allemaal zo in die toned-down kleuren is die ik gewoon niet draag. Oh my god, wie heeft de Huarachis ook gehad? Ik heb die ook gehad in het wit. Waarom allesjes? Oké, jullie zagen net even wat geplakte beelden van de kringloop. Want ik heb gewoon niks voor jullie gefilmd voor de YouTube-vlog. Maar ik moet nu snel een campagne opnemen. Het is nu bijna 2:30. Maar ik moet eigenlijk het liefst rond 3:00 de trein. En dat is over 1 uur moet ik dan al weg. Dus ik ga nu even opschieten en die campagne filmen voor een nieuwe primer van NYX. Dus dat ga ik even doen. Ja, ik heb waanzinnige dingen in de kringloop gevonden, dus dat ga ik later nog even laten zien. Waarschijnlijk morgen, maar waanzinnig. Oké, de campagne is gefilmd voor de make-up look. Althans, gingen we op primer en toen heb ik ook nog even een lipgloss TikTokje gemaakt. Nu heb ik me aangekleed. Helemaal zwart-witte look met deze stropdas met bijpassende panty. Nou ja, ik had hier deze helemaal zin in. En het eerste item die ik heb gescoord vandaag in de kringloop is dit wollige grijze tasje. Echt waanzinnig en die past perfect bij deze look. Nu ga ik naar beneden. Het is 2:55. Ik moet over een kwartier ongeveer weg. En dan ben ik ook nog lekker op tijd. De tijd dat ik naar Zwolle wilde gaan. Dus dat is echt perfect. Dus ik ga er nu heen. Enige nadeel is dat ik gloss op heb. Is toch lastig met lang haar. Maar we gaan het zien. We moeten door. Helemaal fout. Hallo. Ik ben in Zwolle. ik was net even bij Finders Keepers. Daar heb ik even een kleine beeldmateriaaltjes geschoten. Omdat ik daar dus volgende week mijn closet show heb. En Janelle appte dat hij al onderweg was. Dus ik ga nu alvast bij Davo zitten. Daar zitten wij eigenlijk altijd. Ga ik alvast lekker zitten. En dan gaan wij lekker terrassen en borrelen en doen. Lekker. Ik zit hier als de real diva die ik ben lekker op het terras. Maar ik heb even heel snel die video geëdit voor de Finders Keepers. Zeg maar het promoten ervan. Maar het duurt echt letterlijk 30, 40 seconden. Dus die heb ik echt snel gedaan. Die ga ik even opslaan. En die kan ik dan morgen of maandag of zo even een keer uploaden. Dat komt helemaal goed.
Dus die sla ik even op en ondertussen wacht ik dus nog op Janelle. En ondertussen ben ik ook nog een campagne aan het filmen. Want dat moet ik meenemen door de dag heen. Dus die ben ik ook nog aan het filmen. Heb ik net ook nog even een shortje voor gedaan. Dus helemaal prima. Nou, we hebben een lekkere snackplank. Heerlijk. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga heel even mijn statief en zo klaarzetten. Want ik moet nog heel eventjes een eindstukje van de campagne filmen die waar ik vanmiddag mee ben begonnen. Want het gaat over een 24 uur wear test. Ongeveer 24 uur. Gewoon zo van, joh. Natuurlijk kan je dat niet 24 uur testen. Want niemand. Ha. Kut. Heeft dat 24 uur op. Maar dat ga ik dus even filmen. Daarna lekker make-up eraf. Dan lekker mijn bedje in. Het was zo gezellig met Janelle. Echt weer super gelachen. Echt weer over van alles gehad. Dus het was echt een heerlijke middag, kan ik je echt wel vertellen. Nu we verder kennen, luidt het op, hè? Bij het aanbrengen, kan je deze... Ondertussen even een video terugkijken. Met wat shortjes om te laten zien dat inderdaad mijn make-up de hele dag... Oké, okay, volgens mij is het oprecht een hele leuke video geworden, hè? Dus dat vind ik echt amazing. Dus het is, nou ja, wat ik al zei, ik neem jullie een beetje een soort van semi mee in de dag. Met wat updates hoe mijn make-up blijft zitten, maar echt helemaal cute. Dus very blij mee. Dus nou, nu lekker de make-up ervan af. Ik ga heel even weer een beetje de lace bijsprayen zo van de pruik. Zodat het weer goed kan lekker gaan hechten. Ook lekker in de nacht. Lekker even goed. Kan vast gaan zitten. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik ben er weer even. Er is ook trouwens hier in Dalfsen, heel gaaf, bakfeest gaande. Maar wat prima is, weet je, schatten lekker in en genieten daarvan, hè, als je daar bent. Maar je hoort dat dus zo goed. Dus ik hoor nu ook, toen straks, als ik even op mijn kamer even weer dit aantrekken. Nou, en ik hoorde die muziek zo hard. Dat het ook weer gaaf wordt met slapen. Maar ja, ik hoop dat ik gewoon zo meteen lekker moe ben en goed in slaap val. Maar dat is altijd wel een beetje het nadeel dat je zo goed zo'n soort festivalfeest de muziek kan horen. Maar ja, prima. We moeten door. Maar ik moest het even kwijt. Ik heb deze meid weer gewassen. En nu goed gewassen. Dus ze is niet meer klitterig en weet ik het allemaal. Dus nu ga ik haar opnieuw installeren. Peace. Ik had nog beloofd om even te laten zien wat ik bij de kringlopen gisteren heb gescoord. Omdat ik natuurlijk met mama lekker was wezen kringlopen. Allereerst, want deze heb ik net even opgehaald, want die was net gewassen. Dit leuke crochet. Ja, pleetje. Het zou me niks verbazen als dit ooit voor een kinderwagen is gemaakt. Maar ik vond dit echt heel erg cute. Dat je dit ook eventueel over een stoel kan draperen of iets leuks mee kan doen. Toen heb ik ook, en dat was in de tweede kringloop. Dus dat is ook het enige wat ik in die tweede kringloop heb gekocht. De rest heb ik allemaal in die andere kringloop gehaald. Deze tas heb ik in Omme gescoord. Ik vond het heel erg Balenciaga Citybag vibes geven. Omdat hij ook zo'n beetje inzakte. En ik dacht super leuk om helemaal te bedazzelen met allerlei leuke knuffels. Dus ik was hier niet boos om. Dus ik dacht, die vind ik leuk. De eerste kringloop is die in Balkbrug. En daar ben ik het beste geslaagd. Die is waanzinnig. Echt een tip om heen te gaan. En ja, hier heb ik gewoon dus echt het meest gevonden. Allereerst deze tas. Die heb ik gisteren ook gebruikt. Look how cute. Ik ben heel goed geslaagd met tassen, moet ik zeggen. Maar heel erg leuk. Meteen gisteren in gebruik genomen. Perfect formaatje. Past van alles in. Dus dat is top. Ook vond ik daar deze badjas. En deze vond ik echt heel cute. Met die stipjes. Helemaal gezellig. Meteen heb ik deze even lekker gewassen. En ik heb ook bij deze kringloop mijn panterbadjas gevonden. Dus toen ik ook deze daar zag, dacht ik, ja, die andere badjas die ik heb gevonden was ook fantastico. Dus ik dacht, deze gaat ook zeker met mij mee. Dan heb ik ook een waanzinnige jas. Ik wist niet zeker van, ga ik dit nou echt dragen of niet? Of ik was nog niet helemaal echt overtuigd, maar ik wist ook, als ik hem niet meeneem, krijg ik spijt. Dus dat zegt ook al genoeg. Het is deze leren panterprint jas. De maat is perfect. De mouwen zijn super lang. Dus ik vond deze gewoon zo tof. Dat ik dacht, ja, als ik dit niet meeneem, dan krijg ik sowieso spijt. Dus dit moest gewoon. Omdat het echt leer is, was die ietsjes prijziger. Dat was €34. Maar alsnog waanzinnig. Dit item vind ik ook het einde. Dit is eigenlijk officieel volgens mij een soort sjaal. Maar ik zag dus laatst een video van Jasmina. Jasmina TV op Instagram. Zij doet ook YouTube. En ze gaan heel vaak naar vintage designer, collector, sales. Allemaal dingen. En haar films allemaal, wat fantastisch is. Maar er was dus ook een bijt en die had precies dit.
En dat ging ze oppassen. Het is een satijnen sjaal. Maar ik wil dit dus zo gaan dragen. Hoe fabulous. Letterlijk obsessed. Deze vind ik dus echt waanzinnig. Oh, ik heb ook een gave mok. Kijk, deze mok. Het is een kerstmok. Jullie weten natuurlijk dat ik heel veel, of misschien niet, hè, maar ik maak heel vaak video's dat ik mijn make-up doe. Van, hé, ik heb nog geen make-up op. Ik heb wel koffie. Laat het klaarmaken. Dus ik dacht voor kerst, hoe leuk als ik deze kerstmok heb. Om een beetje in de stemming te komen. En dan heb ik nog twee tasjes. Allereerst deze mega cutie met vlinders. Ik vond dit zo cute. Fun fact, ik haat vlinders. Als in echte vlinders vind ik doodeng. Na ooit een aflevering SpongeBob te hebben gekeken dat ze ging inzoomen op het lijfje van de vlinder. I was done. Vlindertuinen, hell to the fucking no. Ik ga niet naar binnen. Maar deze tas vond ik echt heel erg cute. En ook, ja, deze tas die hing achter de kassen aan de muur. Ik zeg, meisje, wat heb jij daar voor tas? Zij zegt, oh ja, die ga jij gaan vinden. Die vrouw van Bakbrug is echt fantastisch. Love her. Ik ken haar nu inmiddels ook, omdat ik er best wel vaak kom. En het is heel grappig, want zij en haar moeder volgen mij ook op TikTok en alles. Dus dat is zo leuk altijd om gewoon, hè, lekker praatje te maken. En deze tas vond ik zo pretty. Zo Sex in the City. Echt prachtig. Heel chic natuurlijk om zo te dragen. Maar het is ook een crossbody strap. En de binnenkant is echt nog gloednieuw. Echt, deze vond ik... Zo even boeren. Deze vond ik prachtig. Dus die moest ik ook meenemen. Dus dat is wat ik heb gescoord. Deze tas, echt, ik vind het niet normaal. Dit is zo Carrie Bradshaw. Zo stunning. En die kleurblauw ook. Het is echt... Love it. Ik ben in ieder geval goed geslaagd. Ik ga de pruik nu weer afhalen. Ik twijfel heel even of ik vandaag een campagne ga filmen. Of dat ik dat morgen ga doen. Dat is maar net waar ik zin in heb. Ik moet voor 11 moet ik een campagne doen voor wenkbrauwen. Ja, wordt een beetje moeilijk. Maar ik heb een beetje een aangepaste briefing ervoor gekregen. Gelukkig. Maar ik twijfel of ik dat vandaag doe. Of dat ik het morgen doe. Zodat ik het morgen meteen kan inleveren. Daar zit ik nog even over in dubio. Ik moet ook nog voor Mac content maken. Maar dat vind ik een beetje moeilijk nog en onduidelijk. En ik ga heel even nu gelijk Pascal appen. Even een spraakmemo. Pascal heeft zelfs samenwerking namelijk. Dus ik moest heel even sturen. In ieder geval. Dat zijn even de dingetjes die ik eigenlijk zou kunnen doen. En anders doe ik ze morgen. Dan ga ik ze morgen allebei filmen. Ik heb morgen gewoon lekker thuis dat ik ben. En dan komt het ook helemaal goed. Oké, zon. Moet zeggen, ik ben best wel trots. Want ik heb toch even de campagne gefilmd voor Elf Cosmetics. Plus de storybeelden. Ik moet ze alleen natuurlijk nog editen en alles. Maar in ieder geval staat het erop. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ook heb ik een video gemaakt voor Kylie. Voor een, dat was gewoon zelf bedacht. Want dat heb ik gewoon gekregen. Maar voor de nieuwe skin tint heb ik ook even een videootje over gemaakt. Nog een leuk soundje even opgenomen. Dus dan heb ik in ieder geval weer 3 TikToks gemaakt vandaag. Dus daar ben ik weer toch heel erg blij mee. En dan ga ik verder vandaag gewoon chillen. Misschien alvast even kijken wat ik dinsdag aan wil doen. Omdat ik ga shooten met Mark. Maar ik ga alles gewoon even afwachten. Oké, ik heb echt niks meer gefilmd. Maar het is nu inmiddels avond. En ik ga denk ik de vlog afsluiten. Make-up heb ik er afgehaald. En daardoor doe ik nog heel eventjes deze band weer extra op. Omdat ik de laser heel even wat heb gelijmd, zodat het sowieso weer goed zit. Maar ja, daardoor ga ik dus wel de vlog afsluiten. Want ja, ik ga nu ook gewoon letterlijk weer mijn bed in en niks doen. Dus daar hebben jullie ook niets van aan. Ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken, liefjes. Altijd onthouden, be you, stay you, shine bright. En dan zie ik jullie in de volgende video.